We zijn terug bij de vloggende papa. Ja, we zijn terug bij de vloggende papa. En we staan hier op vakantiepark Lierenholt. En dan gaan we zoiets heel leuks doen. Want we gaan met de... trein! Een lekker rondritje maken over dit park. En dan laten we daarna verder ook nog zien wat je hier allemaal kan doen. En wat wij allemaal al gedaan hebben. En de show! Dus dit wordt een hele leuke vlog. Blijven kijken! En de show! En de show! Ja! Volgens mij ook. Er is gefloten. Ja, de conducteur stapt ook in. Dan gaan we. Tjoeketjoek, lekker in de trein. En jij zit al. Daar is een schot. Zo, en als de trein zo. Hé, hey, dames. Hebben jullie een goede treinreis gehad? Ja, was het een goede rit? Mooi, de conducteur is ook tevreden, want hij gaat weer. Gaat er bij Doki in. Oh, gezellig. En daar is de kinderdisco al. 1, 2, 3, DJ Truus. Dat is nat. Dat is een mooie glijbaan. Kun je zelf omhoog klimmen. Oh, koud. Hoi. Ander meisje, een baby. Ook voor de glijbaan, hè? Ja, dat mag ook. Lekker zwemmen hier. Ja, hè. Moet wel, hè, zo warm. Even lekker zwemmen, hè. Hey, hallo dames. Hi. Goed insmeren, hè? Ja. Goed insmeren met het zwemmen. Heb je lekker gezwommen, Isabel? Mooi, man. En jij dan, Sofie? Heb je ook lekker gezwommen? Ja. Hey, lig je op de handdoek van papa? Ja. Mocht dat? Ja. Oh. En wat ben jij aan het doen, Aniek, dan? Oh. Hebben jullie weer allemaal een lekkere badstoel? Ja. Lekker hoor. Is het water koud? Nee, valt wel mee. Ja. Oké, okay, nou gelukkig heeft Isabel GoPro op namens vanuit het water. Die kunnen we dan nu ook wel even laten zien, denk ik. Het is vanmiddag de hoogste tijd voor spelletjes in de speeltuin. Ze hebben hier een prachtige speeltuin. En de spelletjes die worden dus nu gedaan op het springkussen. En ik zie daar Jasmijn en ik zie daar Isabel. En Aniek en Sofie die zitten ook naast elkaar. Die zitten namelijk volgens mij daar achter die jongen. Oh, nou vallen ze in één keer om. Ze vielen in één keer om. Wat was dat nou? Nou, dat zal wel bij dit spelletje horen, denk ik. Ja, daar hebben we Aniek en Sofie. Die hebben goed meegedaan volgens mij. Maar je moet kijken wie de moordenaar is. Dat is altijd een moeilijk spel. Ja, ik snap het eigenlijk zelf nooit helemaal precies. Maar ze zijn er achter hoor. En dan moet Emma raden wie de moordenaar is. Nou, hartstikke spannend, ontzettend leuk. Al deze spelletjes. Zo is er altijd wel wat te doen hier op het Lierenholt. Jasmijn, ben je aan het kleien? Goed hoor. Leuk hoor.
En wat ben jij aan het maken, Sophie? Wat wordt het? Oh, mooi. Is die voor papa? Is er een hartje voor papa? Oh ja. Ja, blijf maar zitten, meisje. Gaan we lekker kleien. En klim ze hier bovenop het toestel. Even kijken wat ze verder gaat doen. Oh, ze gaat boterkaas en eieren spelen. Is dat een leuk spelletje? Goed hoor. Dus dat ben jij hier altijd aan het doen. Dat ben jij hier altijd aan het doen. Mooi. Is het leuk op vakantie? Ja. Ja? Ja, hè? Trappen. Oh, kun je de trap weer af? Ja. Goed zo, hoor. Kan ik kijken? Hé! Hey. Die was ik al kwijt. Een slipper? Ja. Was je die al kwijt? Die was ik kwijt. Lag die op zol? Hey. Die vind ik leuk. Hé! Hey. Oh, het is alweer vrijdag. En dat betekent wisseldag. En dat betekent onze week voorbij. We gaan weer naar huis. Vind je het leuk om weer naar huis te gaan, Jasmijn? Ja. Ja, de vakantie is afgelopen, hè? Ja. Ja, is helemaal klaar. Trein. Ja. Geen trein meer. Nee, geen trein meer, geen okie en dokie meer. Ja. Maar wel een lekker eigen huisje weer, hè? Lekker eigen bedje, eigen kamer. Dat is ook fijn. Was het een leuke vakantie, Yannick? Ja. Was het een leuke vakantie, Sophie? Ja. En wat was nou het allerleukste hier, Sophie? De shows van Okidoki. Ja, alles met Okidoki was leuk, hè? Ze hebben hier hele leuke programma's voor de kinderen. Maar het zwemmen vond ik ook heel leuk. Mooi bad. Ja. Nou, dat zeggen we dan altijd op het eind als het is afgelopen. Doe een dokie doen, duimpje omhoog, ga abonneren. En doe een reactie. En doe een reactie. En dan zeggen we ook... Okidoki, doedeledoki. Doedeledoki allemaal. Okie.